In deze video ga ik uitleggen hoe je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunt registreren in Dacom Online. Daarnaast zal ik uitleggen hoe het ziektebestrijdingsadvies werkt, zodat je tijdig gewasbeschermingsmiddelen toe kunt dienen, waardoor je gewas te alle tijden goed beschermd is. Als eerste selecteren we een gewas waarbij een infectiegevaar is. We selecteren hier bijvoorbeeld dit perceel met het gewas aardappel. En we gaan bespuiten voor Phytophthora. Wanneer we kijken naar de verschillende fases, zien we dat er een grote infectiekans is. De punten achter deze fases zijn ook aan de hoge kant. Hoe hoger de punten, hoe hoger de infectiekans. Er moet dus actie worden ondernomen. Dit zie je ook staan in het advies hier boven de waardes. We zien dit ook in de grafiek op de detailpagina terug. Ga hiervoor naar Toon Details. De grafiek zal hier laden. Je ziet meteen dat de infectiekans in deze fases vrij hoog is. Via dit schuifje kun je inzoomen op een bepaald tijdslak. Je kan het tijdslak groter maken of kleiner en je kan de selectie verplaatsen. Je ziet ook dat de grafieken hieronder hier automatisch op worden aangepast. De grafiek is door 4 stippellijnen in de verschillende tijdsvlakken opgedeeld. De gele markering hier is de dag van vandaag. De data staan hier op de horizontale as weergegeven. Deze grafiek geeft aan in welke mate het gewas onbeschermd is. We zien dat aan het begin van de grafiek het gewas volledig beschermd is. Dit komt omdat dit het moment is dat er een gewasbeschermingsmiddel is geregistreerd of de opkomst van het gewas is geregistreerd. We zien dat de lichte groene lijn een stijgende lijn is. Dit geeft aan dat het gewas groeit. De blauwe lijn is een dalende lijn. Dit houdt in dat er een slijtage van het gewasbeschermingsmiddel optreedt. Doordat deze twee lijnen steeds verder uit elkaar lopen, neemt de mate waarin het gewas onbeschermd is toe. Dit wordt aangegeven met de lichtgele kleur. Er zal bij een toegenomen ziektedruk worden geadviseerd om een gewasbeschermingsmiddel te gebruiken. Als we nog verder naar beneden scrollen, zien we hier nog een andere grafiek. Hier wordt de infectiekans weergegeven en de hoeveelheid sporen en de sporenvorming. Je kunt ook voor een textuele weergave van het advies kiezen. Je ziet hier ook nog andere gegevens, zoals de basisgegevens van de teelt. Je ziet hier ook de adviesdrempel staan. Als er tussen de 50 en 200 punten wordt gegeven, dan dien je te overwegen om een gewasbeschermingsmiddel toe te passen. Boven de 200 punten dien je het daadwerkelijk uit te voeren. Het advies om een bestrijding met systemisch fungicide uit te voeren heeft in dit geval betrekking op deze fase. Hier liggen de punten boven de 200. De A+ fase wordt niet meegenomen in deze berekening, omdat dit nog te ver in de toekomst ligt. Nu we hebben gezien hoe we het advies moeten interpreteren, gaan we het advies opvolgen. We gaan in het veld bespuiten en deze bespuiting registreren. Hiervoor verlaten we de detailpagina en we klikken linksboven op registratie. Hier kun je de spuiting registreren. Selecteer het juiste gewas op de kaart. We pakken de aardappels. Klik dan aan de rechterzijde op het icoontje van gewas beschermen. Vervolgens opent het registratiescherm. Aan de linkerzijde zie je het gewas staan met de hoeveelheid hectare. Bij wanneer kan je aangeven wanneer de bespuiting is uitgevoerd. Bij gewas beschermen kan je de methode kiezen voor de certificering. Het product en de dosering, dat is de hoeveelheid per hectare, of de totale hoeveelheid van het middel dat je gebruikt hebt. In het laatste geval wordt de dosering automatisch berekend. Wanneer je het product ingeeft en aangeeft wat de hoeveelheid is, zie je dat er een i naast komt te staan.
Hier staat waarvoor het product is toegelaten en met welke hoeveelheden. Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op Registratie opslaan. Vervolgens zie je dat deze is toegevoegd aan het overzicht met registraties. Wanneer we vervolgens teruggaan naar het overzichtsscherm en we klikken op Ziekte, klikken we op het betreffende gewas, dan is te zien dat het bestrijdingsadvies is aangepast. Is het nog niet verwerkt, klik dan op de Vernieuwen knop. Ook in de grafiek kan je zien dat er een bestrijding heeft plaatsgevonden en wat voor gevolgen dit heeft. Dit is ook te zien bij het advies in de tekstvorm. Dit was de uitleg over het invoeren van bespuitingen in Dacom Online en het werken met ziektebestrijdingsadvies. Voor meer informatie over de overige onderdelen in het ziektebestrijdingsadvies, zoals het invoeren van gewaswaarnemingen aan de hand van waarnemingstabellen, kijk dan in de omschrijving van deze video.